Goedemiddag gemeente en gasten, hier aanwezig of thuis verbonden via de livestream. Hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger vanmiddag is dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing is uit Openbaring 3, vers 20 tot en met hoofdstuk 4, vers 11. Het thema van de verkondiging is audiotour door het hemels paleis. De collecte in deze dienst is voor de slotzang en is bestemd voor het jeugdwerk. De bankcollecte voor de vaste kosten van de kerk graag bij voorkeur maandelijks overmaken op het rekeningnummer van de kerk. We gaan nu zingen de schoolpsalm, psalm 21 vers 13. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst toe. Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de vorst van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen over de heerschappij van de Heere God met psalm 99, daarvan het eerste en het vierde vers. Thank you.
Gemeente, wij mogen in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof belijden. En we doen dat vanmiddag met de geloofsbelijdenis van Nicea. En willen daarna samen zingen uit Psalm 71. En daarvan het 14e vers, waar we zingen over de gerechtigheid en de heerlijkheid van God in zijn gerechtigheid, die heerlijk schittert uit de hoge. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zal weer komen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Laten wij bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. Laten wij bidden en danken. Heere, getrouwe God en Vader in de hemel, koning van al wat leeft, almachtige, wij komen in ons gebed voor uw troon. Die heerlijke troon die schittert uit de hoge, die zoveel glans verspreidt. Heere, wie kan u evenaar? Wie is aan u gelijk? Wij loven en prijzen uw grote en heerlijke en hoog verheven naam. U bent de schepper van alles wat leeft. En u onderhoudt uw schepping, u regeert over haar. Heere, dat maakt ons klein. Wij zijn maar kleine, nietige schepselen op deze aarde, die bovendien zondaren zijn geworden. Heere, wij verootmoedigen ons voor u.
Wij moeten knielen voor uw zetel. Want wie zijn wij? Zo nietig en u zo machtig. Zo onheilig en u zo heilig. En toch heeft u ons vanmiddag uitgenodigd om als gemeente hier voor uw aangezicht te komen, zoals uw kerk ook daar bij u in de hemel voor uw aangezicht staat, Heere. En dan bidden wij u om de komst van uw Heilige Geest. Wilt u vanmiddag het licht op de kandelaar geven, hier bij ons in het midden van de gemeente, als wij uw woord lezen, als u van daaruit tot ons spreekt. Heere, laat ons zien hoe rijk uw woord is, omdat u, de God van dat woord, zo rijk en groot bent. Wilt u zichzelf aan ons openbaren, zoals u dat ooit deed aan uw dienaar, de apostel Johannes? Heere, wij danken u dat we vanmiddag met hem mogen meekijken naar wat u hem te zien gaf, opdat hij en opdat wij zouden weten dat u regeert. Heere, open onze ogen ervoor, open ons hart ervoor, om de boodschap van het evangelie dat vanmiddag klinken mag, te horen en ons toe te eigenen, ja, het ook toe te laten. Want Heere, u staat immers aan de deur en u klopt. Geef dat wij zullen open doen. U wilt zo graag het avondmaal met ons houden, opdat wij delen in uw lijden en sterven en in uw opstanding. Doe ons daarin delen. Heere, u weet hoe dat voor een ieder van ons hier in de kerk of ook thuis is. Of wij delen in het sterven aan onszelf en het opstaan in u, Heere Jezus. Of dat vreemd voor ons is. Dat ons eigen ik nog op de troon van ons leven zit. Heere, als dat zo is, wilt u ons dan brengen tot dat nieuwe leven? Leid ons daar dan heen. Werk dan krachtig in ons hart en leven, opdat wij ons bekeren tot u. En wij opnieuw geboren worden als nieuwe mens, nieuwe schepselen. En Heere, als we dat leven met u kennen, wilt u ons dan ook verdiepen daarin? Geef dat het zaad van uw woord dan al dieper in de grond van ons leven mag dringen en daar mag wortelen, zodat het vaststaat en dat het ook vruchten mag voortbrengen tot eer van uw heerlijke naam, drie-ene God. Heere, wij bidden u of u uw zegen wil geven aan allen die een taak in en rondom deze dienst hebben. Heere, wilt u er zijn bij een ieder van hen, als we onze gaven mogen gebruiken, ook in dienst van de gemeente. Heel praktisch, heel zichtbaar of misschien ook meer op de achtergrond. Heere, wij danken u ervoor dat u dat aan ons geeft en dat u dat ook aan de gemeente geeft. Geef dat we ons zo zullen laten inschakelen tot opbouw, tot heil voor onze naaste, voor onze broeder en zuster in de gemeente, zoals wij ook aan elkaar gegeven zijn. Heere, wij bidden u of u ook met deze wereld wil zijn. Wij zien zoveel rampen om ons heen. Er is zoveel onvrede en onrust. Wij bidden u, Heere, voor de situatie in Oekraïne en in Rusland. Wilt u vrede geven, Heere? Weest u met de gespannen situatie in het Midden-Oosten.
Wij bidden u of u wil zijn bij allen die getroffen zijn door het geweld en door aanvallen. In Israël, in de Gazastrook, in Libanon. Heere, wij bidden u, geef toch vrede en ontferm u. Wilt u ook harten neigen van wereldleiders en allen die verantwoordelijkheden dragen? En geef dat haat ons niet zal regeren, maar dat er voor de liefde plaats komt die de vrede wil. Heren, wij bidden u of u zo ook met ons persoonlijk wil zijn. U kent onze omstandigheden waarin wij verkeren. U kent zorgen en moeite. U kent hoop en dankbaarheid. We brengen het bij u, Heere. Wees u onze God en geef ons steeds opnieuw het vertrouwen. Dat dwars door alles heen, ook als wij dat soms niet altijd zo ervaren, u regeert en u de regie houdt. Dat het alles in uw hand ligt. Heere, zo willen wij tot u komen. Hoor naar onze gebeden en aanvaard onze dank. In de naam van Jezus Christus, uw eigen lieve Zoon. Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, zijn jullie wel eens in een paleis geweest? Er zijn paleizen die je kunt bezoeken. Ik heb een plaatje meegenomen van eentje die wij bezocht hebben afgelopen zomer. Dit is het paleis van de koning van Monaco. Prachtig gebouw, dat zie je wel, met van die mooie ouderwetse torens erbij. Waar je denkt, daar zitten nog, hebben nog de ridders in gezeten. En een deel van dit paleis kun je ook bezoeken. Dan kun je naar binnen en dan kun je door alle paleiskamers wandelen. Daar hangen prachtige schilderijen. Daar staan allemaal hele bijzondere dingen van goud en van zilver. Hele oude dingen soms ook. En dat is natuurlijk mooi om te bekijken. Maar om er ook meer van te weten te komen. Wat voor kamers dat allemaal zijn bijvoorbeeld. Wat er allemaal gebeurd is en wat voor schilderijen er allemaal hangen, daarvoor is het ook nodig dat je uitleg krijgt. En dat kan tegenwoordig heel makkelijk. Bij de ingang van het paleis kun je namelijk een audiotour krijgen. Dan krijg je zo'n apparaatje mee wat je in je zak kan steken en daar zit een koptelefoon aan, die kun je opzetten. En wanneer je dan volgens een bepaalde route door dat paleis gaat, dan steeds gaat dat vanzelf. Dan wordt aan je uitgelegd, zelfs in het Nederlands, wat er te zien is. Wat je op dat moment kunt bekijken. Je wordt letterlijk stilgezet. Kijk hier eens even goed naar, want dit is bijzonder. En dan wordt uitgelegd waarom dat zo is. En zo kun je die prachtige dingen die daar zijn natuurlijk veel beter bekijken. En er ook wat van snappen. En dan zeg je, wat is die koning machtig? En wat hebben hier rijke koningen gewoond? Bijzonder. En jongens en meisjes, vanmiddag gaan we ook een paleis bekijken. En je zou kunnen zeggen, we krijgen ook een koptelefoon op ons hoofd. We gaan het horen wat er allemaal te zien is. Vanmiddag mogen we een kijkje nemen in de hemel. In het paleis van de Heere God. Waar Hij woont met alle engelen en waar hij op de troon zit. Eigenlijk is het maar één bijzondere zaal, de troonzaal, waar we zijn. Maar die is dan ook zo prachtig dat je je ogen uitkijkt. En nou zitten wij natuurlijk hier vanmiddag in de kerk, we gaan het niet letterlijk naartoe. Maar Johannes heeft het gezien. En hij moest het opschrijven, dat zei de Heer Jezus tegen hem. Schrijf dit allemaal op, Johannes, zodat ook wij zouden weten hoe het is in de hemel. En dat we zouden weten dat de Heere God een heerlijk God is.
die regeert en koning is over alles. Nou, daarover gaan we lezen en horen vanmiddag. Gemeente, wij lezen Openbaring 3 vanaf vers 20 tot hoofdstuk 4, het einde van dat hoofdstuk, vers 11. Openbaring 3 vanaf vers 20 tot hoofdstuk 4, vers 11. We maken vanmiddag dus een begin met een serie preken over openbaring. Ik zal daar straks in de preek ook nog wat meer over zeggen. De eerste hoofdstukken zijn al aan de orde geweest. We beginnen met hoofdstuk 4. We lezen vanaf 3 vers 20. Zie, zegt daar de Heer Jezus, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn Vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. En hierna zag ik, Johannes, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem, die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren 4 dieren, vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Tot zover. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 93, alle 4 de versen.
Na het amen van de preek antwoorden wij met Psalm 146, het vierde en het achtste vers. Het thema voor de preek is audiotour door het hemels paleis. Drietal gedachten. Allereerst letten we op de troon en wie daarop zit. Ten tweede wie voor de troon zitten en staan. En ten derde wat er rondom de troon gebeurt. Gemeente van Christus, hoe kijkt u naar de toekomst? En jij jongeren, denk je daar wel eens over na? Hoe zal het later zijn in mijn leven? Hoe zal het gaan? Als je nou eens over 5 jaar of 10 jaar of 25 jaar zou kunnen kijken naar hoe je leven er dan uit zou zien. Ben je daarna benieuwd? Ik denk dat we er allemaal wel eens over nadenken, toch? Hoe zal het zijn als je jong bent? Je hebt het leven nog voor je. Waar zul je straks terechtkomen in de maatschappij? Welk werk zul je doen? Ben je dan getrouwd? Heb je misschien kinderen? Als je alleengaand bent, hoe zal mijn leven verder gaan? Waar zal het mij brengen? Hoe ziet mijn toekomst eruit? Als ik ook ouder word. En als ouderen. Hoe zal het gaan met mijn gezondheid? Hoe zal het zijn? Weet je, als we nadenken over de toekomst, bent u dan hoopvol gestemd? Of bent u vooral bezorgd en word je er onrustig van? Omdat er zoveel onzekerheden zijn. Omdat er zoveel is waarvan je nu nog in de verste verte niet kunt zien, ja, hoe dat nou allemaal terecht zal komen ooit. Van tijd tot tijd verschijnen er onderzoeken waaruit blijkt dat Nederlanders zich in toenemende mate zorgen maken over de toekomst. En dat is ook zeker onder jongeren het geval. Jongeren maken zich zorgen over het klimaat. Is er straks nog wel te leven op deze aarde? En ze maken zich zorgen over alle politieke onrust. Zal er nog wel vrede zijn? En die welvaart waar we zo aan gewend zijn en die zo fijn is, zal die er nog wel zijn? Voor velen is de toekomst onzeker en dat heeft soms ook gevolgen, dat je onzeker voelt, tot aan depressies toe. Dat je zo bevangen wordt door alles wat je leest en hoort en waar je nieuwsapps telkens weer vol van zijn. Een stroom van narigheid die je aandacht vraagt en dan lijkt het wel alsof het allemaal nooit meer wat wordt. Is er nog wel ergens hoop? Ja, en dat kan ook geloofsvragen wakker roepen. Want hoe kan dat nou, dat allemaal gebeurt, die ellende? Waarom bemoeit God zich er niet mee? Waarom bemoeit hij zich niet wat meer met de wereld? Is die er wel? En met zijn kerk hier op aarde, hoe moet het daarmee verder, hier in Europa, in Nederland? Dat is allemaal ook niet zo rooskleurig, toch? Gemeente, als er iemand is die dit soort zorgen zou kunnen maken, dan is het wel de apostel Johannes. Johannes die leeft in een tijd waarin er grote dreiging is. Hij heeft het aan de lijve ervaren. Hij is namelijk gevangen genomen en verbannen naar een klein eilandje voor de kust van Turkije, het eiland Patmos. De keizer in Rome wil Johannes het zwijgen opleggen. Die apostel die heeft gewerkt in de gemeentes van Klein-Azië, wat we dus Turkije noemen vandaag, had een leidinggevende rol gehad. Maar nu was er vervolging uitgebroken. En zal Johannes niet hebben gewenst dat hij juist nu, in deze moeilijke tijd,
Die medegelovigen daar in de gemeentes, in Efeze en Sardis en noem het maar op. Dat hij ze zou kunnen bemoedigen. Dat hij naar ze toe zou kunnen gaan en zou kunnen zeggen, hou vol. Maar het gaat niet. Johannes is op afstand gezet, letterlijk. En wat moet er door hem heen zijn gegaan? Hoe moet het nou verder? Hoe moet het nou met de toekomst van hemzelf? Maar ook van die gemeentes, die christenen daar. Hoe moet het gaan met het koninkrijk van God in deze wereld? Maar gemeente, in die omstandigheden ontvangt Johannes een visioen. In hoofdstuk 1 kunt u daar al over lezen. Dan lezen we dat Johannes op een zondag aan de zee is, op het strand, en opeens hoort hij wat. Het is een luide stem, zo luid en indrukwekkend als het geluid van een bazuin. En als hij zich omdraait, dan ziet hij de Zoon des Mensen. Dat is de Heer Jezus. En hij staat tussen 7 gouden kandelaren die de 7 gemeenten van Klein-Azië weergeven. Die staan symbool voor heel Gods kerk op aarde. En de Heer Jezus ziet er zo indrukwekkend uit als Johannes hem ziet. Hij heeft 7 sterren in zijn hand. En uit zijn mond gaat een tweesnijdend scherp zwaard. Het zwaard van het woord. En als Johannes hem ziet, dan valt hij als dood aan zijn voeten. Maar dan raakt die verheerlijkte Heer Jezus hem aan. Wees niet bevreesd, zegt hij tegen Johannes. En dan moet Johannes gaan schrijven. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. En gemeente, dat zinnetje, hoofdstuk 1 vers 19, dat is nou eigenlijk de blauwdruk voor het Bijbelboek Openbaring. We gaan ons daar de komende tijd in verdiepen. Wat Johannes heeft gezien als eerste, dat kunt u lezen in hoofdstuk 1. Schrijf op wat u hebt gezien, zegt Jezus. Dat is dat hij hem ziet, de verheerlijkte Christus. En dan moet Johannes schrijven wat is, nu, vandaag dus, dit moment. Dat doet hij in hoofdstuk 2 en 3. Dan dicteert de Heer Jezus aan Johannes 7 brieven, voor elke gemeente 1, aan die 7 gemeenten in Klein-Azië. Dominee Mulder heeft daar in de afgelopen zomer over gepreekt. De kerk van vandaag. Maar dan moet Johannes vervolgens ook gaan schrijven over wat hierna zal geschieden. En gemeente, dat volgt er nou vanaf hoofdstuk 4 tot en met het einde van het Bijbelboek. Openbaring 22. Zie ook in onze tekst. Hierna zag ik, nadat die 7 brieven geschreven zijn. En je zou je voor kunnen stellen dat er nog een kleine pauze tussen heeft gezeten. Dat Johannes die laatste brief die aan Laodicea net heeft opgerold en heeft verzegeld, zodat die verzonden kan worden naar het vasteland. Even is hij ermee bezig. Maar dan ineens ziet Johannes daar, staande op het strand, in de lucht, boven de zee, iets bijzonders. Een deur, en die deur staat open. En opnieuw hoort hij die stem die zo indrukwekkend al in hoofdstuk 1 met hem gesproken had. Die stem als van een bazuin. En die nodigt Johannes uit. Kom hier omhoog. En ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Dat is dus opnieuw de stem van de Heer Jezus zelf. Van de verhoogde Christus. Nu krijgt Johannes te zien wat hierna moet geschieden. En wat ziet hij dan allereerst? Johannes die raakt in geestvervoering.
En hij gaat door die deur naar binnen. En dan ziet hij allereerst, gemeente, dat, ja, dat de hemel niet leeg is. Dat is wel wat veel mensen denken. Er is geen God. Er is geen God die alles in zijn hand houdt. Dat is ook de aanvechting van het geloof van vandaag. Voor velen van ons. Dat het soms kan lijken alsof God er helemaal niet is. Wij zien het vaak niet, gemeente, dat het God is die regeert. Dat komt omdat wij tegen de dingen van de aarde aankijken. Wij zitten als het ware gevangen onder de hemelkoepel zoals we hem zien in de lucht. En die kan voor ons gevoel potdicht zitten. Het kan lijken, gemeente, alsof de wereld is opgesloten in zichzelf. En die aardbol die draait maar door. Voor je gevoel, hè, steeds sneller. De tijd lijkt wel steeds sneller te gaan. En de oorlogen volgen elkaar in rap tempo op. En rampen overspoelen de aarde. Ze vernietigen landen en volken en dorpen en steden. En de berichten, ze volgen elkaar steeds weer op. En dan jij als klein mensje. Achter je telefoon. Of achter het journaal. Wie ben je op die aardbol? Zo kwetsbaar. En zo gemakkelijk. Treft het jou ook? Rampen die misschien qua omvang veel kleiner zijn dan wat het nieuws haalt. Maar voor jezelf even goed een ramp. Die jou treft, of je man of je vrouw, je buurman, je collega, vriend of vriendin. Ziekte, handicap, verminderende krachten, ontwrichting in huwelijken, gezinnen. Gemeente, en dan kan het lijken alsof het allemaal potdicht zit. En waar is God? Johannes kan het misschien ook hebben gedacht. Hoe moet het verder? Nu ik hier zit op Patmos. Maar dan gaat die deur open. En als Johannes die hemelse troonzaal binnenkomt, dan blijkt die niet leeg te zijn. Nee, er is juist van alles gaande. En het eerste waar zijn aandacht door getrokken wordt, dat is die troon en wie daarop zit. En zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En hij die daarop zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. Want u merkt, wie er op die troon zit, dat wordt niet eens door Johannes meteen gezegd. Johannes kan het slechts omschrijven met beelden wat hij daar ziet. Het is zeg maar bij benadering. Maar wat is het heerlijk? Wat is het schitterend daar? Want Johannes gebruikt drie edelstenen om de heerlijkheid van die persoon op de troon te beschrijven. Hij ziet er allereerst uit als een jaspersteen. Dat is een diamant. Een heel heldere edelsteen. In Openbaring 21 komt die steen ook voor. En daar verwijst hij naar de glorie van God. De heerlijke lichtglans die van God uitstraalt. En de tweede steen is een sardius. Dat is een rode edelsteen van rode kleur. Als je die tegen het licht houdt, dan straalt er rood licht doorheen. En dat staat symbool voor de andere kant van de heerlijkheid van God, namelijk zijn oordeel. Zoals de jaspersteen Gods stralende heerlijkheid laat zien in al zijn glorie en pracht, zo laat die sardiussteen Gods
heilige heerlijkheid zien, zijn oordeel zien. Dat komt over ieder die zich tegen hem als koning verzet en blijft verzetten. En dan is er nog een steen. Van deze gestalte op de troon straalt licht af en Johannes ziet dat dat een soort regenboog vormt. Een ronde regenboog. Die eruit zag als smaragd. Een stralenkrans, een prisma. Dat doet denken aan de regenboog. Gemeente, zo ziet Johannes de troon en wie daarop zit. En wie is het die erop zit? Ja, dat kan maar één zijn natuurlijk. Dat is de Heere God zelf. En vergeet u dan niet dat het hier om een visioen gaat. Het is niet zo dat Johannes letterlijk de Heere God heeft gezien. Dat zou niet kunnen, want dan zou die verteerd worden door Gods heiligheid. Johannes die ziet hier in een visioen hetzelfde als waar Mozes een klein beetje van heeft gezien. Mozes die mocht op de berg Horeb iets van Gods naglans zien, toen hij daarom had gevraagd: Heere God, ik wil u zien. En toen kreeg hij alleen iets van de naglans van God te zien. Nou, zo ziet Johannes hier de Heere God in volle majesteit, maar het is in een visioen, want anders zou hij het niet kunnen verdragen. En er zijn nauwelijks woorden om het te omschrijven. En daarom gebruikt Johannes om het over te dragen aan ons, maar het allerduurste en het kostbaarste, het schitterendste wat hij bedenken kan. Zeldzame edelstenen, waar een fel licht doorheen schijnt. Johannes ziet hier God zelf. En het is een en al majesteit en heerlijkheid en heiligheid. En gemeente, wat moet dat met Johannes hebben gedaan, denkt u? Wat doet het met u, met jou eigenlijk? Als wij vanmiddag met Johannes mogen meekijken. Want dat is de bedoeling van het Bijbelboek Openbaring. Dat het ook ons geopenbaard wordt. Niet voor niks staat er in vers 1, het wordt herhaald in vers 2. En zie. Kijk eens mee. Zie je het? Er is een hemel. Er is een deur open. En die is niet leeg, die hemel. Nee, daar staat een troon. En op die troon zit de Heere God. En hij is zo heerlijk. Zo machtig. Hij regeert. Boven alles van deze aarde uit is er een God die alles in zijn hand houdt. Een God die zo heerlijk is dat woorden tekortschieten. Zijn macht is groter dan wat ook maar op aarde. Zijn heerlijkheid en glorie, het is stralender dan de zon. Nou, je kunt in de zon niet kijken. Dat is slecht voor je ogen. Dat hou je ook maar heel kort vol. Doet pijn. God is nog veel heerlijker. Je hebt geen woorden om het te beschrijven. En hij is ook volkomen zuiver en volkomen goed. Je hoeft er niet aan te twijfelen dat hij een dubbele agenda zou hebben of zo. Dat hij niet betrouwbaar zou zijn. Dat hij een dubbele bedoeling zou hebben. Nee. Want er is een stralenkrans om hem heen. Die is als een ronde regenboog. En gemeente, de regenboog, dat weet u. Dat is het teken van Gods trouw aan zondaar. Dat is in de hemel aanwezig, hè? Dat staat de Heere voor ogen. Als dat nou zo is, dan moeten wij toch niet twijfelen, of wel, aan hem. Mag dit ons dan vanmiddag nou niet bemoedigen en troosten? Johannes,
die daar op Patmos zit, die uitgerangeerd lijkt. Hij zou zich duizend zorgen kunnen maken. Hoe moet het allemaal verder met de toekomst? Hoe moet het later? Hoe moet het met de kerk? Maar gemeente, kijk eens. Denk nou niet dat er geen regie wordt gevoerd. Kijk eens met Johannes mee. De hemel in. Daar is die heerlijke God. En hij zit op de troon. Dat betekent dat hij koning is. Dat hij regeert. En dat hij leeft tot in eeuwigheid. En daarom is het, gemeente, dat al in hoofdstuk 1 de Heer Jezus tegen Johannes had gezegd: vrees niet. Wees niet bang. En ga maar eens opschrijven, Johannes, wat je nu ziet. Wat is in de kerk van dat moment. En wat hierna zal geschieden. Maar vrees niet. Gemeente, gelooft u in deze God? Vertrouw je erop dat hij alles in handen heeft? Hij heeft niet zomaar dit Jan Johannes laten zien. Hij heeft niet zomaar die deur open gedaan. Hij wil dat wij het weten. Dat er een deur is die open staat. En dat je vanmiddag zou weten dat hij er is. Vergeet hem niet. Bewijs hem eer. Want dan kom ik bij het tweede: wie voor de troon zitten en staan. Weet, een koning heeft een hofhouding. Dat zijn de mensen die voor de koning werken, die alles voor hem doen en die staan paraat om de koning te dienen. Nou, zo ziet Johannes ook dat in het hemels paleis niet alleen de Heere God daar is, maar dat er nog veel meer is. Er zijn eigenlijk twee cirkels rondom die troon. Zo moet u het zich voorstellen. En die buitenste cirkel, laten we daar even beginnen, die buitenste cirkel, die wordt gevormd door 24 tronen. En daarop zitten 24 oudsten. In witte kleren gekleed en met gouden kronen op hun hoofd. Ze zien eruit als priesters en koningen. Wie zijn die 24 oudsten? In de grondtaal staat het woord dat wij ook gebruiken voor de ouderlingen. Presbyter. En het getal 24, gemeente, dat is 2 keer 12. In het Bijbelboek Openbaring hebben getallen een symbolische waarde. Dat zullen we nog wel vaker tegen gaan komen. Dat is tegelijkertijd ook altijd een beetje lastig, want daar kun je ook helemaal je eigen gang mee gaan vervolgens. Dan kun je zo aan het rekenen slaan dat er soms allerlei bijzondere uitkomsten zijn. Maar 24, dat zullen we ook vaker tegenkomen. 2 keer 12, we zullen het vaker tegenkomen, gemeente, dat het gaat over het Oude en het Nieuwe Testament. De 12 stammen van het Oude Testament, het volk Israël, en de 12 apostelen van het Nieuwe Testament. En die 24 oudsten vertegenwoordigen dus Gods hele volk door de tijden heen. Allen die hem hebben leren kennen en liefhebben. Gods kinderen uit alle tijden en plaatsen, Jood en heiden. En zij delen in de heerlijkheid van God. Ze delen daar in de hemel, in zijn macht en in zijn heerlijkheid. Het straalt vanaf de troon op en af. En ze zitten zelf ook op tronen. Ze regeren mee met de koning van het heelal. Daar even bij stilstaan. Gods kerk is dus altijd voor zijn aangezicht. En dan gaat het over de levenden en ook over de doden. Over hen die gestorven zijn in Christus.
Gemeente, daar kan ook zo'n hemelkoepel zijn waarin je zit opgesloten voor je gevoel. Rauw, verdriet. Om je man, je vrouw, je kind, kleinkind, je vader, je moeder. Ze zijn er niet meer, zeggen we dan. Ja, ze zijn er wel. Niet hier bij ons. Johannes kijkt door de deur. En ook daar zit een deur in. In dat verdriet en die rouw van ons. Want hij ziet het volk van God staan voor de troon van God. Al degenen die hebben overwonnen. Ze zijn voor Gods aangezicht. En ze regeren mee. Niet verloren, maar voor eeuwig behouden. Vergeet u dat niet. Als wij onze geliefden, die in de Here zijn gestorven, moesten loslaten. Vergeet u het dan niet. Ze zijn daar. Maar gemeente, dat is niet alleen troostrijk om te weten voor iemand die gestorven is. Dat is ook een geweldige belofte voor ons allemaal. Als je van Christus bent, als je hem hebt leren kennen, als je niet langer gescheiden van hem leeft, maar met hem leeft. Wanneer je de deur hebt opengedaan, omdat hij aan de deur van je hart stond en klopte. Dat is het eind van die brief aan Laodicea, we hebben het nog gelezen. En dat hij bij je naar binnen mocht en avondmaal met je hield. Gemeente, dan is je toekomst verzekerd. Daar gaat het naartoe. Wat Johannes hier ziet, dat moet hierna geschieden. Daar mag je naar uitzien. Naar die overwinning die afstraalt van die 24, op die 24 oudsten. Dan mag je uitzien naar dat reine, priesterlijke, schitterend witte kleed. Waarmee je bekleed wordt. Dat is het kleed van de overwinning. Op al onze zonden. En dan mag je uitkijken naar die kroon op je hoofd. Een kroon die God je geeft, omdat je hebt gestreden en hebt overwonnen. Johannes had het al aan de gemeente van Laodicea moeten schrijven. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb. En mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Dat zegt de Heer Jezus. Wie hem volgt. Wie op hem het vertrouwen stelt. Die zal daar komen. Op de troon. Samen met Christus. Zoals hij zich op de troon gezet heeft. En aan de gemeente van Sardes had Johannes al dit moeten schrijven aan het einde van die brief. Wie overwint zal bekleed worden met witte klederen. Gemeente, hoe kom je daar? Hoe wordt ook u, ook jij vertegenwoordigd in die 24 oudsten? Hoe is het eigenlijk mogelijk dat die 24 oudsten daar zo voor de troon van God kunnen zijn? Goed, er is afstand, want er zit nog wel wat tussen. Een glazen zee, ziet Johannes. Maar als je ziet wat er van die troon uitgaat. Bliksemstralen, donderslagen, stemmen, dat is gerommel, zoals wij dat kunnen horen in de lucht. Maar hoe kun je nou voor die troon gaan staan, die zo heilig is, waar God zo heilig is, zonder dat het je verteert? Hoe kun je daar nou onderdeel van uitmaken? Nou gemeente, zo'n overwinnaar word je alleen maar door hem, de Heer Jezus. Het zal in het vervolg van het boek Openbaring nog blijken. Zonder het lam Christus gaat dat niet. Zonder hem zal vooral die steen Sardius spreken. Die rode steen van het oordeel.
Dan is Gods majesteit en heiligheid verterend. Maar als je van Christus bent, dan wordt die majesteit juist heerlijk. Met een kind van God. Dat betekent dat die deur is opengegaan. Die deur waar hij aan stond te kloppen. En dat hij met jou avondmaal is gaan vieren. Avondmaal. Want tussen de troon van God en die 24 ouderlingen ligt een glazen zee. En ik kan daar nou niet te diep op ingaan, dat komt later nog. Maar die glazen zee doet denken aan het koperen wasvat in de tempel. En daar wasten de priesters zich in en ze wasten zich schoon van al hun zonden. En dat wees eigenlijk al heen naar het bloed van de Heer Jezus dat ons wast van al onze zonden. Gemeente, die 24 ouderlingen, Gods kerk, zijn kinderen, ze kunnen daar voor de troon zijn omdat ze hun kleren gewassen hebben in het bloed van het lam. En daarom zijn ze rein. Daarom is het wit. Omdat hij voor al je zonden gestorven is en zijn leven gaf opdat je zou leven door hem. Het bloed dat uit zijn wonden heeft gedruppeld en heeft gestroomd toen de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha was genageld. Gemeente, dat bloed, dat wast je ziel rein. Dus niet het rood van de sardiussteen, maar het rood van zijn bloed. Niet wij hoeven te betalen met ons eigen leven. Hij heeft met zijn leven betaald. Opdat u verlost zou zijn. Ja, opdat ook eenmaal de hele schepping verlost zal worden. Want er is nog een cirkel rondom die troon. En die wordt gevormd door vier dieren. Of eigenlijk zijn het geen dieren. Het zijn wezens die op dieren lijken. Want ze hebben overal ogen van voor en van achter. Ze kijken dus zowel naar voren, naar de troon toe. Als ook naar achteren, naar die buitenste cirkel. Die 24 oudsten. En die dieren zijn ook heel alert. Dat betekent het waarschijnlijk wanneer er staat dat ze allemaal 6 vleugels hebben. Zodra ze iets zien, dan reageren ze. Dan komen ze in beweging. Het zijn symbolen die we ook tegenkomen in het Bijbelboek Ezechiël. In die vier wezens, gemeente, wordt de hele schepping gesymboliseerd. Noord, oost, zuid en west kun je denken. En ze hebben verschillende vormen. Een arend, dat is de koning van het vogelrijk. Een leeuw, dat is de koning van de wilde dieren. Een stier, dat is de koning van de huisdieren. En een wezen dat op een mens lijkt. De machtigste onder allen op aarde. Gods kroon op de schepping. Johannes ziet hoe zo heel de schepping voor Gods troon en aangezicht staat. Ik zeg maar even, inclusief het klimaat, waar veel jongere mensen zich zorgen over maken en niet onterecht. Maar het klimaatprobleem is niet groter dan Gods macht. En ook het gedrag van mensen valt onder zijn beleid. Het staat voor zijn aangezicht. En gemeente, heel die schepping daar in de hemel, zo ziet Johannes, die eert de schepper. Kijk, nou is het zo dat de kracht van de schepping vernietigend kan zijn. Mensen kunnen verschrikkelijke dingen bedenken. Een arend die kan op zijn prooi duiken. Een leeuw die scheurt zijn prooi aan stukken. Een stierkalf die kan je op de horens nemen, levensgevaarlijk. Wat God ooit volkomen goed in de schepping heeft gelegd, dat is door de zondeval verkeerd geworden. Destructief, afbrekend, vermorzelend. Maar hier, voor Gods troon,
is het alleen maar harmonie. Wat God goed had gemaakt, is opnieuw alleen maar goed. Zoals de schepping ook vandaag. En je ziet het soms toch? Met blijde mond verteld van Gods eer en heerlijkheid. Want dan kom ik tenslotte bij derde en laatste. Wat er rondom Gods troon dan gebeurt. Het zijn die vier wezens die de leiding nemen. Maar al snel volgen de 24 oudsten. De schepping en de kerk. En samen brengen ze God, heerlijkheid, eer en dankzegging. Heilig, heilig is de Heere God de Almachtige. Die was en die is en die komt. En u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen. En door uw wil bestaan zij en zijn ze geschapen. En steeds, gemeente, wanneer dat gezegd wordt, werpen de 24 ouderlingen hun kronen neer voor de troon van God en ze knielen voor hem. Want het feit dat Gods kerk daar is, dat is alleen maar te danken aan hem. Dat zij die waardigheid hebben mogen ontvangen, dat is niet te danken aan hun eigen waardigheid. Het is te danken aan zijn goedheid, zijn trouw, zijn regenboog voor zondaar. Hier gebeurt dus waar het altijd al om te doen is geweest, gemeente, waarvoor God alles had geschapen, dat hij geëerd zou worden, de schepper in zijn heerlijkheid en macht, alles wat adem heeft, loven de Heer. Zingende lof op Israëls God. Daarvoor zijn we geschapen, gemeente. Dat is het doel van je leven. En dat mag je nou een plek geven in je leven. Ja, hoe dan? Ja, nou, daar mag je nou om vragen, om bidden. Heere God, wilt u mij dat laten zien? Hoe ik nou in mijn leven, in mijn werk en overal waar je bent, hoe ik uw eer mag groot maken. Daarvoor zijn we geschapen. Zoals een kunstenaar zijn werkstuk eigenlijk niet nodig heeft. Maar het toch maakt. Want het gaat om de schoonheid. En de volmaaktheid ervan. En dat in die schepping Gods wil zou zijn uitgedrukt. En zijn heerlijkheid en macht zou zijn uitgedrukt. Dat je de grootheid van je maker zou zien en beleiden. Daar gaat het om. En als je dan hoort en leest hoe dat hier gestalte krijgt, zo volmaakt, zo vol aanbidding, wat Johannes er allemaal van ziet en hoort, ja, dan denk je wel eens, gemeente, wat steekt dat scherp af bij wat wij er dan van maken met elkaar. Wij mensen die altijd maar weer gewend zijn om vooral aan onze eigen eer te denken. En wat is dat dan voor eer? Ja, dat is dan Dat we belangrijk zijn, dat we wat bereiken in het leven. Dat we misschien net wat beter zijn dan die anderen en daarop neer kunnen kijken. Dat doen we dan ook. Gemeente, we weten niet meer wat het is. Heerlijkheid. Als het vergelijkt met hier. Dit is nou wat heerlijkheid is, wat Johannes hier ziet. Wat maken wij er dan van? Ja, en toch. Toch mag je het leren. Elke kerkdienst is eigenlijk een oefening in het aanbidden van hem die op de troon zit. Die je niet ziet en waarvan je zo vaak ook niet ervaart dat hij er is. En het lijkt alsof de deur dicht zit. Maar hij laat het ons vanmiddag zien en horen. Opdat we het zouden doen, ook hier op aarde. Voor zijn troon. En hier beneden gaan we zo zingen. En eenmaal zal de schepping het weer in volmaaktheid doen. De goede majesteitelijke pracht van God. Loven en prijzen in heerlijkheid. Gemeente Johannes, die wil ons vanmiddag bemoedigen en vertroosten. Maar hij wil ons ook
aansteken met dat vuur. Dat wij het ook zeggen. Heilig bent u, Heere God. U bent mijn schepper en u bent het waard om alle eer te ontvangen van mijn leven. Wij eren u. In de gemeente van Christus mag u zich voorbereiden voor wat hierna geschieden zal. Ben je er dan bij? Jij, u, ben je er straks bij? Zul je er staan voor Gods troon in heerlijkheid? Er is een open deur. De Heer Jezus roept je. Hij heeft de toegang geopend. Vrije toegang tot de troon van Gods genade. En gemeente, dan is voor vanmiddag de rondleiding ten einde. Volgende keer verder. Maar heeft u het gezien? Het paleis van de koning, de almachtige schepper van hemel en aarde. En dat alles wat leeft voor zijn aangezicht staat. En doet u dan mee. Hem de eer geven. Hem dienen. Hem zoeken in je leven. U bent het waard, Heere, te ontvangen. De heerlijkheid, de eer en de kracht. U behoor ik toe. Zullen we het oefenen? Doet u mee. Het is de Heer wiens al vermogen het groot heelal heeft voortgebracht, die genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. En aan elk die hem verbijt, die het van hem verwacht, trouwe houdt in eeuwigheid. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, u bent het waard te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij. En zijn ze geschapen. Heere God, we mogen vanmiddag
instemmen met dat wat bij u in de hemel gebeurt, voor uw troon. Waar dit gezegd wordt, gezongen, waar er klinkt heilig, heilig, heilig bent u, de Almachtige. U die was, u die er vandaag bent en u zult komen. U omspant de tijden, heren. Heren, als we vanmiddag met Johannes mee mochten kijken, dan kan het ons duizelen. Woorden schieten eigenlijk tekort. Maar u heeft ons een indruk willen geven. Er iets van willen openbaren. Dat u er bent, heren. Bewaar ons ervoor dat wij in deze wereld vervallen aan de wanhoop. Geef ons juist goede moed en een goed vertrouwen. Omdat u regeert immers. Omdat het u niet uit de hand loopt. Heren, wij zien niet hoe u de dingen regeert. Wilt u ons in de komende tijd vanuit het Bijbelboek Openbaring ons ook daar meer zicht op geven? Maar geef dat we voor nu, dat dit in ons mag leven, dat we dit meenemen. Dat u waard bent te ontvangen. Alle eer en kracht. Heren, wees u zo ook de koning van ons leven, de koning van uw kerk, Heer Jezus. En dan mogen we vol goede moed zijn. Wees ook zo de koning van ons leven, persoonlijk. U kent het, Heren, de tranen, de rouw en het verdriet. Eenmaal zal het er niet meer zijn, dan zult u het allemaal, alle tranen van onze ogen afwissen. Geef dat we zo ook in tijden van rouw, onze ogen op u mogen slaan, die in de hemel zit. En troost ons. Bemoedig ons. Heren, wij danken u voor wat u deze middag wilde geven en wat u ook vandaag wilde geven in uw woord. Ga met ons mee wanneer we de nieuwe week ingaan. Heren, wees u daarin bij ons, de werkweek. Geef wat nodig is in de verantwoordelijkheden die we dragen. Maak van ons ook goede getuigen van die heerlijke naam van u, Heer Jezus. Vergeeft u genadig wat niet was in spreken en in luisteren naar uw wil. En leid ons op uw wegen. Vul ons met uw Heilige Geest, opdat wij onze treden zullen zetten in uw spoor en onze voet niet uit zal glijden. Hoor zo naar onze gebeden als wij tot u bidden. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen, omwille van zijn bloed, dat ons wast en reinigt van alle zonde. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk en wij zingen tot slot uit Psalm 150 het eerste vers.
Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.